De verrichtingen thesaurus. Van elke patiënt die het ziekenhuis bezoekt, worden gegevens vastgelegd, zoals de diagnose en de verrichtingen in het ziekenhuis. Om goede zorg te kunnen verlenen is eenduidige informatie essentieel. Eenduidige informatie helpt iedereen bij het uitwisselen van patiëntgegevens en bij het nemen van beslissingen. Daarom werken steeds meer ziekenhuizen samen aan betere registratie onder de noemer registratie aan de bron. Bij eenduidige registratie gaat het erom afspraken te maken over wat we vastleggen en hoe we dat vastleggen. Als we allemaal werken met standaardtermen, dan werken we eenduidig. Om het mogelijk te maken dat wij als zorgverleners snel en gebruiksvriendelijk diagnoses en verrichtingen kunnen invoeren en die toch eenduidig vastleggen, maakt de DHD al eerder de diagnosethesaurus en nu de verrichtingenthesaurus. De verrichtingenthesaurus is een lijst met medisch relevante termen van verrichtingen bij patiënten in de taal die specialisten in de praktijk gebruiken. Omdat we steeds internationaler werken, is de lijst gekoppeld aan de internationale standaard SNOMED CT. DHD ontwikkelt de verrichtingenthesaurus in nauw overleg met de wetenschappelijke verenigingen van medische specialisten, ziekenhuizen, artsen en andere zorgverleners en NICTIS, het Nederlandse Release Center voor SNOMED CT. De verrichtingenthesaurus werkt heel makkelijk. De lijst wordt ingelezen in het elektronisch patiëntendossier, het EPD. Als zorgverlener kiezen we nu bij het vastleggen van een verrichting de verrichtingenterm uit die lijst. Het ziekenhuis kan de verrichting ook koppelen aan een agenda of het ordermanagement. Dan is handmatig werk niet meer nodig. Bij het vastleggen van de verrichting koppelt het EPD hier automatisch de zorgactiviteitcode aan. We kunnen als zorgverlener deze code natuurlijk nog wel controleren. Op deze manier helpt de verrichtingenthesaurus bij het aanleveren van financiële en kwaliteitsregistraties. Dat scheelt ons dus veel extra werk. Als we straks eenduidig vastleggen doordat we dezelfde termen gebruiken, hebben we daar direct voordeel van. We gebruiken de gegevens om onze zorg te verbeteren. En we kunnen de zorginformatie uitwisselen met patiënten en met andere zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis. De eenduidig vastgelegde zorginformatie kan ook worden hergebruikt voor financiële rapportages, kwaliteitsregistraties en onderzoek. Bestuurders en managers krijgen dan eenvoudig de juiste en actuele stuurinformatie. Wetenschappelijk onderzoek kan sneller plaatsvinden. En last but not least, de registratielast voor ons als zorgverleners neemt af.